Deze maand begint u met een PGB-experiment. Hiervoor willen wij vandaag in de eerste plaats bedanken en feliciteren. Het tweede persoonsgebonden budget is in 2001 goedgekeurd door het voltallige Vlaamse parlement. U zet nu de eerste serieuze stap in de uitvoering van dit project. De basis van het PGB is dus de individuele persoon. De basis van uw experiment zijn de 200 individuele deelnemers. We hopen dan ook dat zij voor u goede leermeesters zullen zijn. Het zijn geen proefkonijnen, maar mensen waar we met z'n allen iets kunnen van leren. Om u in deze studie te ondersteunen en tegelijkertijd ook als blijk van onze dank en waardering, geven wij u deze boeken als cadeau. Gezaad zeg, om te studeren. Omdat een student met een levensklas op school niet kan gaan. Dat moet wat in, hè? Hebben wij voor u nog een aantal leerlingen meegebracht. Deze beelden kunt u helpen om te kijken vanuit de verschillende standpunten van de 200 deelnemers. Een keer veraf, een helikopterperspectief, soms ook heel dichtbij, persoonlijk, het persoonlijke verhaal van de mensen in te nemen. We gaan u nog niet ondervragen, hoor. Sorry voor de... En dan, meneer minister, hebben we cashgeld. Cashgeld, waarom? Dat geld staat symbool voor de budgetten zelf. Hè? En onze visie over het PGB van de VIP is natuurlijk een som geld en geen checkboek. In Nederland heeft men dat geprobeerd van het systeem van trekkingsrecht, een soort van checksboek in feite. En dat is daar mislukt. Wij vinden dat er op dit vlak tenminste de keuzevrijheid moet bestaan voor mensen die het hele budget in handen willen nemen en zelf willen uitgeven aan één of meerdere voorzieningen van hun keuze. Het PGB moet een aanleiding zijn voor de voorzieningen om hun aanbod af te stemmen op onze vraag. Deze boekentas vol spullen is onze dankbetuiging en hopelijk een ondersteuning bij het PGB-experiment. Maar ze verwijst ook naar het symbool voor het persoonsgebonden budget, een rugzakje met geld. En dan zouden we willen vragen, of dat u dat wilt doen, om die boekentas even op uw rug te dragen. Ik zal u even halen. Geef mij maar eens een keer die boekentas. Maar ik ben eigenlijk geen rugdrager. Hoor. Nee. Ik ben eigenlijk nogal... ik ga nogal zo naar school. Hè. Ik neem ze met genoegen in ontvangst, die boekentas. En ik ben iemand die voor mijn rug eigenlijk liever dit doet. Nee, maar ik wil nu nog wat over het PGB vertellen. We noemen het experiment, maar dat is eigenlijk vooral om te tonen dat we willen leren hoe we zoiets algemener kunnen maken. Het is dus geen zoethoudertje, het is dus niet iets dat bedoeld is om er even vanaf te zijn, maar het is wel ook in het besef dat je zoiets maar op een waardevolle manier kunt realiseren als je eerst goed de grenzen en de voorwaarden van een succesvol verhaal kunt vastleggen. U heeft gezegd, er zijn 200 mensen die u veel gaan leren. Veel meer dan 200 mensen. Het zijn 200 personen en hun netwerk, de omgeving die hen zorg zal helpen verstrekken, die zal helpen om hun vraag te verduidelijken. Het zijn dus 200 kernen van mensen. Niet alleen 200 mensen waar we van gaan leren, maar 200 omgevingen waar we slimmer door zullen zijn. Met inbegrip van bijvoorbeeld conclusies. Kijk eens, als je heel veel vrijheid geeft, bijvoorbeeld je geeft mensen een zak met geld. Gaat dat dan goed? Gaat dat dan altijd goed? Wat zijn dingen die het nog beter doen maken? Dat kun je alleen maar leren door de mogelijkheden zo ruim als mogelijk te maken. Ik geloof heel sterk in zorgvernieuwing.
Ik geloof dat PGB daarin een echte mijlpaal ook in is. Dat geloof ik echt. Maar ik geloof ook dat heel veel andere plaatsen, waar ook zorg wordt gedragen voor mensen die geconfronteerd zijn met een beperking, dat ook daar vandaag, als je dat vergelijkt met 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, een enorme ontwikkeling aan de gang is gegaan in de richting van meer emancipatie. Ik ben heel blij met de agenda. En ik geloof ook dat ik op een geloofwaardige manier, ik ben nu 1 jaar minister, kan zeggen aan jullie ook, ik ben niet iemand die dingen op lange banen schuift. Dus ik voel ook, het is tijd, het moet vooruit gaan. Dus ik wil me daarvoor, ik zal dit gebruiken om in mijn bureau me eraan te herinneren, dat de dingen vooruit moeten gaan. We hebben nog een klein verstek. Bedankt van verlangen om eraan te beginnen. Ja, we zijn er al aan begonnen. Zo. Extra vuur en dat extra beetje energie. Burn intense. Ik hoop dat dat in het kader van de gezondheidsconferentie wel een beetje klopt. Energie Mag ik het in ieder geval? Ja, dat is